Consumenten en de logistieke keten moeten kunnen rekenen op correcte, complete en up-to-date productinformatie. En daar zorgt het datakwaliteitprogramma voor. Een belangrijk onderdeel van dit programma is controleren of de gegevens die in GS1 datasource staan echt kloppen. Wat wordt gecontroleerd? Het is de bedoeling dat de gegevens van uw hele actieve assortiment correct zijn. Dit betekent dat alles goedgekeurd moet zijn, dus ook gegevens van nieuwe artikelen en Gegevens die u wijzigt van artikelen die al in GS1 Data Source staan. Alleen de belangrijkste informatie wordt gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan wat belangrijk is voor consumenten, zoals allergenen, of gegevens die nodig zijn om logistieke processen soepel te laten verlopen, zoals afmetingen. Welke controles zijn er? Binnen het programma zijn er systeemcontroles en controles die door een Data Management Service, oftewel een DMS, worden uitgevoerd. Een door GS1 geaccrediteerde DMS vergelijkt de gegevens in de datapool met de eigenschappen van en op het fysieke product. Met de feedback die u krijgt kunt u fouten herstellen. U kunt het vastleggen van gegevens ook uitbesteden aan een DMS. Als zij uw artikeldata invoeren, dan worden die automatisch goedgekeurd. Wat is goed? Op onze website vindt u sectorafspraken en instructies voor het goed invoeren van data. Voor het bepalen van de juiste afmetingen gelden de internationale meetregels van GS1. Hoe werkt het? Stap 1: Contact opnemen. U neemt contact op met een DMS en maakt afspraken over de voorwaarden en kosten. De DMS van uw keuze geeft u door in Mijn GS1. Stap 2: Oproep controle. Als uw artikelgegevens gecontroleerd moeten worden, dan ziet u dit in Mijn GS1. Stap 3: Producten voor controle opsturen. Heeft u oproepen voor controle ontvangen? In overleg met de DMS stuurt u de producten voor controle naar hen op. Het is geen probleem als u de artikeldata daarna nog aanpast. De DMS controleert altijd de meest actuele artikeldata. Heeft u meerdere artikelen met dezelfde verpakking en afmetingen? Dan kan één daarvan, die is goedgekeurd, dienen als referent. U hoeft de andere artikelen dan niet meer op te sturen. Stap 4 Terugkoppeling Controle U ontvangt de resultaten van de controles van de DMS en ziet de status terug in MindGS1. Is de data goedgekeurd? Dan hoeft u verder niets te doen. Is uw data nog niet correct? Zorg er dan voor dat u de fouten zo snel mogelijk corrigeert. U ontvangt dan een nieuwe oproep voor controle, zodat de DMS de aangepaste data kan controleren. Stap 5 Goedgekeurd. Als alle gegevens zijn goedgekeurd, dan weet u zeker dat uw productinformatie correct, compleet en up to date is. Wilt u meer weten over het programma en de controles? Kijk dan op www.gs1.nl/datakwaliteit.